Ik heb er zelf een hekel aan als een T'Challa het universum opeet. This is it, the apocalypse. Wow. Dat wordt ook de titel van deze video. Gegroet, Frodanen. Was hoe ik ongeveer 3 jaar geleden elke video opende. Ik heb geen idee of daar nog iets van online staat, maar dat was echt een hele hype. Daarna ging het ongeveer over naar Vakka Frodo vloggers. Vakka Frodo volgers. Je fans, je Frodo. Ik heb ooit Sophie Oesri nog zo ver gekregen om dat te zeggen. Vakka Frodo vloggers. Ik ben het, Sophie Oesri. En sindsdien is het volgens mij hallo kijkers van Harme Frodo. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo. Wat echt al eeuwen omgaat bij iedere YouTuber. Maar iedereen heeft zo zijn eigen manier om zijn video te openen. En we hebben lang niet zo'n praatvideo gehad. Lang niet zo'n video waarin we even tegen elkaar kunnen vertellen hoe ons leven eruit ziet. Dit is opgeruimd trouwens. Ja, het is echt stukken beter. Bovendien, daar staat fles alcohol, maar ik drink zelf niet meer. Dus dat is niet voor mij. Ik weet even niet of iedereen die hierachter staat ook binnen de ALV valt. Maar niet goed kijken, denk ik, of zo. Was allemaal niet waar we het over gingen hebben vandaag. Waar gingen we het wel over hebben? Een tijd geleden had je die hype van het alfabet leren aan de hand van een bepaald persoon. Dan ging je zo van A is from... Het knijpt in mijn bovenarm. Niet doen, echt niet doen. Apple. En op die manier. Het is echt heel snel. Dat was ook echt heel leuk. Je hebt dat met heel veel hypes. Dat je eigenlijk van tevoren zo zit van yo, dit was echt heel cool. En dat je na afloop zo zat van, dat was eigenlijk best wel zielig dat we dat deden. Ik heb dat zelf heel erg met fidget spinners. Al vind ik het nog steeds echt amazing dingen. Ik bedoel dat je gewoon zo met zo... Oké, nog steeds. Het is nog steeds... Ja, het is gewoon cool. Was ook niet waar we het over gingen hebben vandaag. Waar we het wel over gingen hebben is tellen. Google heeft een ontzettend toffe functie. Dat als jij iets opzoekt wat jij al eerder hebt opgezocht. Dat Google zo zit van... Ha! Ik weet wat je gaat zoeken. Dus ik ga jou nu alvast resultaten geven van dingen die jij eerder hebt gezocht. Om te vinden... Dit is eigenlijk een heel lastig verhaal. Ik maak het ook helemaal geen sens volgens mij. Het is ook niet eens overdag of zo dat ik aan het filmen ben. Het is 8:30 s'avonds. Vroeger zou ik nu al in bed liggen. Maar we gaan gewoon beginnen. Het wordt jullie vanzelf wel duidelijk. Als ik zoek op 1 op Google, dan krijg ik als bovenste, bijna bovenste, soort van bovenste zoekresultaat 1 Korinthe 5 vers 8. Dit is even een speedcursus bijbel voor de mensen die nog nooit een speedcursus bijbel hebben gehad, I guess. Go, go, go! De bijbel heeft veel boeken. De bijbel heeft 66 boeken. Elk boek is opgedeeld uit hoofdstukken en elk hoofdstuk is opgedeeld uit versen. Waardoor iedere zin geciteerd kan worden als, eerst noem je het boek is in dit geval 1 Korinthe. En je hebt 2 Korinthe, dan met 1 Korinthe. Dan ga je naar hoofdstuk, dat is 5 en dan ga je naar vers 8. Waarom heb ik dit opgezocht? 1 Korinthe 5 vers 8, dat is best een inspirerend verhaal hoor. Dit is niet wat ik... Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik dit heb opgezocht. Ik kan me wel herinneren dat ik dit heb opgezocht. Hier. Zo dan, laat ons feest houden. Niet in den ouden zuurdesem, nog in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Was een bijbeltekst. Die heb ik laatst opgezocht omdat het ging over het organiseren van een groot feest. Stay tuned. Als ik zoek op 2... Ja, het wordt steeds fascinerender, mensen. Moet je eens voorstellen dat als ik aan het leren ben, ik op deze manier tegen mezelf aan het praten ben. 2 is van 2023. Gelukkig nieuwjaar. 2, 1, happy new year! Ik heb het nieuwe jaar gevierd bij Maarten. We gingen samen vuurwerk afsteken met een hele goede groep. Een steekje af! Groep Thijs was erbij. Dat was echt best wel leuk. Waar hebben jullie nieuwjaar gevierd? Laat het zeker weten in de reacties. Ik lees alles. En als ik een beetje een goede mood heb, dan reageer ik ook nog op jullie reacties.
Als ik zoek op 3. Als ik zoek op 3. Als ik zoek op 3. 3 komt uit op 3FM. 3FM is een radiozender, voor de mensen die dat niet wisten. Het is niet dat ik dagelijks 3FM aan het googelen ben hoor, maar ik was gewoon benieuwd. 4 is natuurlijk gewoon van 4. Maar alleen de inside mensen zullen dat snappen. Dus 4 is van 48 Laws of Power. 48 Laws of Power is een boek van Robert Greene over 48 Laws of Power. Dat zijn 48, echt, 1. Dat zijn 48 regels die jou leren hoe jij het best jouw macht kan inzetten om gedaan te krijgen wat je wil. Alleen het is een beetje creepy omdat het echt gaat over jou. Laat dingen nooit uit liefdadigheid gebeuren, maar probeer altijd in te spelen op andermans eigen belang en dat soort dingen. De mensheid zou er heel ongelukkig van worden. Maar het is oprecht wel een interessant boek voor iedereen die dat een keer zou willen lezen. Niet een hele christelijke moraal, maar interessant. Als ik op 5 zoek, kom ik niet op hele interessante dingen uit. Ik kom uit op week 5 van mijn studie. Ik kom uit op 538. Zal ik mijn YouTube-kanaal ook gewoon 816 noemen? Als ik zoek op 6, kom ik uit op 6 Original Avengers. Dat waren natuurlijk Iron Man, The Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye en Captain America. Dus dat is niet heel spannend. Als ik zoek op 7, dan kom ik uit op de 7 hoofdzonden. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de 7 hoofdzonden: hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, nijd, onmatigheid, woede en... En gemakzucht. In het Engels zijn dat greed, wrath, vanity, envy, lust, gluttony en sloth. Sloth? Dat is een christelijk ding voor de mensen die dat interessant vinden. Als je gaat naar 8, op 8 kom ik niet op hele gezellige dingen uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat kwam meer door mijn strafrechtpaper. Op 9 kom ik uit op 9292, wat een hele vervelende app is, zeker als je terreinreizen probeert te doen. Ga dan zeker naar NS, dat is veel makkelijker. En als ik 10 uitzoek, dan kom ik uit op 10 Things I Hate About You, film uit 1999. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb opgezocht, maar blijkbaar staat dat er. Nog leuker, oh! Dit bedenk ik echt nu pas. Ik weet niet hoeveel mensen dit kennen en ik weet ook niet waarvan dit is, maar ik zie het op Instagram vaak voorbij komen, dus dit is echt lachen. Als je zoekt op... Dat is ook een beetje flauw. Als je zoekt op Google op I Hate It When... Als je zoekt op Google op I hate it when, dan komen er bizarre zinnen die jou aanvullen, zoals I hate it when you walk outside and someone randomly throws a fridge at you. Wat betekent, ik heb er een hekel aan als ik buiten loop en iemand gooit random een koelkast naar jou. ik weet dus oprecht niet waar dit van is. Hier. I hate it when a llama named Carl steps me 37 times in the chest and eats my hand. Wat betekent, ik heb er een hekel aan als een llama met de naam Carl mij 37 keer in mijn buik steekt en mijn handen opeet. I hate it when someone throws a walrus at my grandma. Hele mooie dingen. Zeker een aanrader om even op te zoeken als jij zin hebt om rare dingen te lezen. Laat in de reacties ook weten waar jij een hekel aan hebt. Ik heb er zelf persoonlijk een hekel aan als ik... I hate it when. Ik heb er zelf een hekel aan als een T'Challa het universum opeet. Dat wordt ook de titel van deze video. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze random video. Het was gewoon echt random in een idee wat tijdens mijn werkgroep strafrecht op mijn... plaatje viel. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat jullie hebben gelachen. Ik hoop dat jullie hebben gelachen van de vlog van afgelopen maandag met Doris. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Dit was een hele andere soort video. Even snel random in elkaar gezet. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Tot ziens. Tot later.